Ja, we hebben het gemaakt in 2003 en we hebben het gemaakt voor een expositie die heette Mooi Zootje. En dat ging over Zaanse kunstenaars die het landschap moesten verbeelden. Ja, er waren 80 kunstenaars uitgenodigd om iets over het Zaanstreek te zeggen. En iedereen heeft dat op zijn eigen manier gedaan. En omdat Johan en ik een aantal keren daarvoor ook hadden samengewerkt, leek het gewoon een leuk idee om als twee Zaanse kunstenaars iets samen te doen. Ja, het was voor ons volgens mij de eerste keer dat we echt gingen samenwerken. Ja. En dat was best ook wel een beetje spannend, want ik ben eigenlijk een traditionele schilder. En Marcel is echt een conceptueel fotograaf. Dus dat was best een spannende combinatie voor ons allebei. En dat is uiteindelijk geresulteerd in dit. Dus het is toch nog iets materieels, maar ook iets met fotografie en ook iets conceptueels. En dat zit me vooral ook in de titel, vind ik. Ja, het grappige was, want nou ja, het is eigenlijk vrij traditioneel werk in die zin van, nou ja, dit is het Zaans landschap, hè, dus en wolken en weerspiegeling in het glas. Maar ja, we hebben het omgedraaid voor het vervreemdende effect. En, maar toen was het nog maar half af, hè, want inderdaad, die titel was heel belangrijk. En ja. Zijn we toen gaan zitten met een glas wijn of zo? Glas wijn. Ja, glas wijn. En toen kwam die titel vanzelf. Het heet dus Een eigenaardige lucht en dat refereert dus aan de luchtjes die je hier ook in de Zaanstreek hebt. Dus eigenlijk een dubbele betekenis. Ja. Ja. Het maken daarvan was erg leuk. We hebben heel veel dingen uitgeprobeerd. We hebben ook kleine modelletjes gemaakt van die luchten. Die heb ik ook nog steeds hangen op mijn atelier. Die vallen ook helemaal uit elkaar. Dat is een zwart wolkje. Maar uiteindelijk hebben we dit met diverse balen hooi en met enorme hoeveelheden spuitbussen hebben we dit in elkaar gezet. En volgens mij ergens buiten op een binnenplaatsje. Ja, buiten. Volgens mij kwam jouw vader toen ook nog langs. Zo van, die zegt, nou, dat is gras dat verkleurt. Ja, ja. Ja. En zei van, ja, nee, we spuiten het onder groen. En inderdaad, na 8 jaar ja, ziet het er nog aardig uit. Ja. Dus het werkt wel. Ja, het werkt heel goed. Ja, het was net wonderbaar dat mensen dachten dat het echt gras was. Ik bedoel, voor ons was het zoiets duidelijk dat het niet zo was. Maar het functioneerde, het werkte dus. Het werkte, die ja, illusie. En waar we dus ook rekening mee moesten houden, omdat het moest een beetje transparante wolk zijn. Dus we hebben ook echt hol gemaakt. En we wilden aan een heel dun draadje hangen, zodat je eigenlijk niet kon, zodat je echt zweefde. Dus hij is helemaal hol van binnen met kippengaas en eigenlijk zitten die grasdingetjes eigenlijk aan de buitenkant alleen. Ja, die zitten met ijzerdraad, zit dat omwikkeld en dan erin gestoken. Het was echt, dat was misschien wel het meest vervelende werk. Dat hebben we aan mijn keukentafel gedaan, ja, volgens mij. En toen hebben we naar buiten genomen, die binnenplaats. En daar hebben we al die spuitbussen leeggespoten. We moesten op een mooie dag, het liefst met een beetje wind. En dan konden we uit de wind staan en dan, dat we niet zelf helemaal groen werden natuurlijk. De stoep wel. Ja, de stoep wel. De stoep wel, ja. Onze biobakken zijn ook groen geworden. Ook zo diep groen geworden. Ja. Maar ja, en die foto is natuurlijk gewoon een foto hier ook in de Zaanstreek gemaakt van de lucht. En ja, we wilden dus ook echt, want volgens mij hadden we eerst die graswolk gemaakt. En we wilden echt een soort reflectie van dezelfde soort wolk hebben. En ja, dus dat is een paar keer naar buiten gaan. En dan is het toch weer niet die lucht. En dan een andere keer terugkomen. En nou, uiteindelijk hebben we deze foto gemaakt. En dat was precies wat we wilden hebben. En, ja. Mooie bak zelf gemaakt. En, hebben we nog een leuke anekdote over die kleur van die bak? Ja, ja, maar dat gaan wij zeker. Ja, we gingen dus, we wilden eigenlijk inderdaad een kleur hebben wat er gewoon een beetje neutrale kleur was. En toen zaten we bij de gamma en gingen we een kleur uitzoeken. En toen hadden we deze kleur uitgekozen, maar die moest gemengd worden. Hè? Ja, ja, volgens mij al. Dus we gaan naar die man die dat gaat mengen en die zegt van, schat, vind jij dit wat voor de kinderkamer? Volgens mij wel een mooie kleur. Ja. Nou, die man zat natuurlijk heel raar te kijken. En uiteindelijk is het deze kleur geworden. Ja, dat grappige is dat het nu een populaire kleur is geworden. Voor de kinderkamer. Nou, heel veel mensen zeggen, ja, het zou best ook wel in de kinderkamer kunnen als ze een beetje stoer willen doen. Ja, dat is waar. Een beetje staalbruin is het. Ja.